op man Boussaïd. Het was knokken vandaag. Ja, dat wel. Dat wel. Eerste helft, ja. Het was een heel goede eerste helft. We hebben ook de 1-0 gemaakt. Maar als je kijkt naar de tweede helft, ja, kwamen we er heel moeilijk in. Het was een beetje moeilijker. Telstar kwam een beetje terug met de supporters. Dus ja, ze hebben ons wel verrast. Eerste helft ging het voetballend prima. Jij staat dan sinds een enkele weken op de plek van controlerende middenvelder. Is dat nieuw voor je? Ja, niet nieuw. Ik heb er vroeger nog op gespeeld. Maar het is niet nieuws. Ik heb gewoon gedaan wat een controleur moet doen. Eerste helft ging het goed. Maar als je kijkt naar de tweede helft, moet dat veel beter. Denk iedereen, ik zelf ook. Dus ja. Wat is de reden? Wat zijn de redenen die de trainer jou heeft meegegeven dat jij op die positie staat? Los van deze wedstrijd, maar gewoon de laatste weken? Dat ik een beetje het spel maak, zeg maar. En dat ik kantwisseling moet doen. Dat de ene kant naar de andere kant moet gevoetbald worden. Want meestal ligt het aan de andere kant met meer ruimte. En zo kunnen we aanvallen. Als je kijkt naar het doelpunt, zie je een bal van Colin die naar Jordan ging. En Jordan lag hem voor mij neer. En, ja, zo spelen we voetbal. En ik denk dat als controleur heel belangrijk is dat je zeg maar speelt in beweging eigenlijk. Ja, in de tweede helft, de goal was wat dat betreft hartstikke mooi. Tweede helft komt dat voetbal er niet uit. Eigenlijk heeft NAC geen enkele aanval kunnen plaatsen vergelijkbaar met die tot een gevaarlijke doelkans kon leiden. Dat wel. Als je kijkt naar de tweede helft, zag je Telstar gelijk naar de eerste actie gelijk heel gevaarlijk zijn. En wij wat minder. En dan, ja, als je de vertrouwen geeft aan Telstar en ook nog met de supporters, ja, dan wordt het een heel moeilijke tweede helft. En we hebben ook heel veel geluk gehad dat het zelf 1-1 blijft, want ze hadden een paar keer de lat geraakt op de paal. Dus ik denk toch wel dat we blij moeten zijn met het punt. Maar ik denk als we zoals de eerste helft gingen spelen, denk dat het een heel andere wedstrijd ging zijn, zeg maar. Hoe sta je dan de tweede helft in het veld? Want je merkt dat inderdaad, tegenstander wordt beter. Je helpt ze eigenlijk ook hun spel te spelen. Ballen gaan op de lat. Ben je dan aan het opvreten? Verdomme, het lukt niet. Wat gaat er dan in je om? Ja, dan is het wel heel moeilijk. Heel moeilijk, want je speelt dan ook uit. De sports van Telstar geven een extra boost voor Telstar. En dan is het heel moeilijk om zeg maar, toch de voetbal van de eerste helft te creëren. En dan is het wel heel moeilijk om zeg maar, terug in de wedstrijd te komen. Maar kop omhoog en volgende week weer een wedstrijd. Volgende week weer knallen en we spelen ook twee keer thuis, dus moet lukken toch, sowieso. Dankjewel.